Heb jij al een wachtwoord afgesproken met je gezin? Een dagwachtwoord? Oké, hier komt hij. Klaas-Jan, die komt hier binnen. Klaas-Jan Bolkozer, die onwijs ver is met technologie in AI en weet ik het wat allemaal. Die zet zijn laptop open en die laat mij het geluid horen van zijn eigen stem. Die zijn lieve oude vadertje opbelt om te zeggen dat hij zijn mobiel kwijt is. En of papa eventjes op dit andere nummer zoveel geld wilt overmaken. Nou, die scam die ken je misschien wel. Maar de grap is, dit bericht heeft Klaas-Jan niet zelf ingesproken. Dit bericht is gemaakt door AI, die zijn stem heeft gekloond. Niks nieuws aan de hand. Maar nou komt hij. Dat betekent dat als je een filmpje kan vinden van bijvoorbeeld je eigen zoontje, dat je dat gezicht zo kan manipuleren dat het lijkt alsof hij de tekst die jij ingeeft uitspreekt. En als je zijn stem ook offline kan halen, dan kan je dat ook in de stem van je eigen zoontje laten doen. Dat betekent dat je straks berichtjes kan krijgen met een filmpje van je eigen zoon, dochter, medewerker of whoever, die zegt dat er dit en dat aan de hand is en dat hij daarom met een ander nummer belt en of je hem of haar eventjes wilt helpen en of je geld wilt overmaken naar die rekening. Het maken van dit filmpje kost met de technologie van AI op dit moment echt niet zo bloedstollend veel tijd meer. En als je het zelf niet kunt, dan ken je misschien wel iemand die het wel kan. Oké, daar was ik wel even stil van. Ik vind veel gaaf aan AI, maar ik vind sommige dingen ook wel echt vreselijk spannend. Want dat gaat betekenen dat je op een goed moment de berichten van je eigen dierbaren of medewerkers die je online van hen ontvangt, niet meer kunt vertrouwen. Dat betekent op een gegeven moment dat het niet ondenkbaar is dat je 's morgens met je eigen gezin of je eigen team moet af gaan spreken welk wachtwoord je die dag met elkaar gaat gebruiken om te verifiëren of het bericht wat je krijgt wel echt is. Dit is geen futurisme, dit kan nu al. AI kan heel tof zijn en het kan heel spannend zijn, maar je er niet in verdiepen is echt niet zo vreselijk slim. Ik zou er maar eens mee aan de gang gaan als je dat nog niet bent.